uiteindelijk het proces wat je anders met het handje zou doen, zeg maar, te faciliteren. Ja. Je leert hem met de mijn. Je leert niks, je stelt vragen. Je leert zelf. Je leert zelf. Je leert zelf. Ja. Het helpt jou in jouw creatief proces. Kijk, zo'n model is getraind gedurende een aantal maanden met heel veel energie, veel te veel energie, op heel veel data en op. En op een gegeven moment is het af en daarna kun jij het gaan gebruiken. En dan kun je wel, dan wordt er mineur iets gedaan met de feedback die verzameld wordt, maar dat is niet de bulk. Dus de bulk is gewoon maandenlang trainen met op hele zware, dure computers met hele dure chips en heel veel energie. En daarna kun je het gebruiken, maar je kunt het gebruiken in een creatief proces. Je traint hem niet bij, dat is een utopie. Nee, en je traint hem ook niet bij door die ene wet dan aan die collectie. Om dat woord dan maar voor het gebruik toe te voegen, is het ook niet dat het model dan daar ineens goed mee om zal gaan. Dat is maar zo weinig invloed op die hele grote dataset waar die op getraind is. Wat eerder zal werken is dat je dat model zo ver krijgt om met wat gereedschappen, zoals wij dat ook doen, naar die nieuwe wet te kijken en daaruit te halen wat moet ik ermee, wat staat hier dan in. En daar spelen die regels, die jullie nu ook al maken, een rol in. Als je voor een deel die modellen zover krijgt om die regels eruit te halen en vast te leggen en vervolgens te gebruiken, mooi, dan heb je... Mooie afsluiting, vind ik dit. Uiteindelijk eindigen we met de business rules, hè? We eindigen